Want toen ik 30 jaar geleden trouwde, toen was het probleem net zo. Wij zullen niet rusten voordat iedereen goed zit. Jullie gaan door met de strijd. Gaan net zo lang door tot iedereen goed zit. Ook al duurt het jaren. Ik ben André Aandekerk, al 7 jaar lid van de werkgroep Vreemdelingen Huisvesting van Release Haarlem. Kun je zeggen hoe deze acties begonnen zijn? Nee. Op dinsdag 8 maart 1977 zijn we met een grote groep dakloze buitenlanders naar het stadhuis gegaan, omdat de gemeente geweigerd had deze mensen onder dak te brengen. We zijn toen de kamer van het college binnengedrongen, min of meer illegaal, om een petitie te overhandigen. In eerste instantie weigerde de lokale burgemeester dat gewoon in ontvangst te nemen, dreigde met de politie. Totdat hij eindelijk een beetje bij zinnen besloot om toch maar het petitieonnement in ontvangst te nemen. Dat lukte gelukkig, maar al met al bleef het gewoon een stukje papier. De mensen bleven gewoon op straat staan. We hebben toen besloten om een leegstaand gemeentepand te kraken, de buitenrustschool, wat gebeurde op 21 maart 1977. We zijn in een buitenrustschool in Haarlem, alwaar sinds vorig jaar voorjaar 36 buitenlandse werknemers verblijven. Aanvankelijk waren dat er 18, dus inmiddels uitgegroeid 36. U woont hier ook. Kunt u wat vertellen hoe het hier is? Ja, hier heel erg slecht is. En nog erg slechter door de gemeente. Zij maakten zelf slechter met ons. En nog iedere dag brief bij de deur. Jullie gaan op straat. Jullie gaan op straat. Ja, hoe is het hier nou? U woont in leslokalen, hè? Ja, met 5 personen op een lokaal, op een kamer. En dat vind ik helemaal niet normaal. En door dat wonen nou 4 jaar geleden gebeurde dat. Door de gemeente, ieder man een pensioen dicht, hier in Haarlem. Ieder man een pensioen dicht. Meer is 6 pensioen dicht gedaan. En die mensen, waar moest heen? En zeggen tegen ons, waarom jullie dit lokaal gekraakt? Ja, waar moest hij dan? Moest niet dicht die pensioen voor te zorgen? Waar moest hij die mensen? Kunt u aan andere mensen vragen hoe het hier is? Ja, natuurlijk, waarom niet? Kies het komt toen mijn huis, nou het ding je had. Zeker. Ja, ولكن تاني بحال السكنة، حنا السكنة عندنا ضعيفة جدا. إوا سيدي حنا خيمتي تاعينا ما كنقولو خيمتي ما كتسمعناش، لو كان ماشي غير اللي كتعاوننا حنا كان بقينا في الخلا، ما كان حتى شي سكنة ما كانش الناس كيشوفها كارتي تيبقاو غير في الزنقة، ما كيسيبو فيه ينعسو. يا ديز منير سيخت يا هير ان هولاند إيش هيل خوت ميت ألوس، مار باونين هيل إرغ مويلك، إن منسي غان سي فاكانسي، تروح في فاكانسي. Alles is dicht, of alles is bezit. Nou, waar moest hij, die man? Zegt, ik leef heel erg slecht met Bonin. Mijn naam Mohamed Belboudond, uit Marokko. Ik ben eigenlijk hier bijna 13 jaar in Haarlem wonen. Ik heb nooit geen probleem gehad over alles wat enkel woning. Ik was altijd hier in Haarlem. Wonen. Ik heb geen dingen die allemaal raar zijn. Ik heb alleen slecht met wonen in Haarlem. Ik werk nu in Zwanenburg. Ik heb elke kantoor van Zwanenburg, gemeente Haarlemmermeer, een huis gevraagd. Voor mijn kinderen kan het hier samenleven. Want het is nu binnen 3 jaar. Ik heb nooit geen iets wat gehoord. Ik krijg wel een brief van huisvesting van gemeente Haarlemmermeer. Maar zeggen ze nog wachten. En ik heb het ook hier in Haarlem bij huisvesting geweest, ingeschreven. Bijna 3 jaar. Ik heb niks gehoord. Een andere stichting, Stichting Buitenlandse Werknemers, doet die wat voor u? Doet die helemaal niks. Godverdomme, moest ik helemaal niet zien in dit land, die stichting werken. In de grens, dat is geen enkele oplossing. Wij werknemers en werkgevers. Wij komen van, als je eenmaal misschien een probleem met werkgevers, naar een stichtingpergrens, die stichtingpergrens geen oplossing vinden, en toen terugtrekken naar een relais. Die relais wel oplossing.
voor ieder man, ieder buitenlander. Rie zijn de enige stichting die nog iets voor u doet, zou je kunnen zeggen. Ja. Morgen wordt u eruit gezet. De bedoeling dat u naar een andere school gaat. Ja. Daar heb je helemaal geen zin in. Daar heb ik helemaal geen zin in om op de kamer te zijn. Het is niet dat geen sardine. Dus. Wat gaat u doen als de politie komt morgen? Nou, ga ik gewoon uit. Kan ik helemaal niks doen. Ga ik gewoon stad in. En ga ik bij vrouw Driesman. En koop ik gewoon die tent. Slaapzak. En ga ik gewoon op straat slapen. Je gaat niet naar een andere school? Nee, dat doe ik niet. Dat echt klopt niet. Dat klopt ga ik niet. Niet op, ik oud heb in ik school, weer. Maar in school, dat klopt niet eigenlijk. Ik ziek en heb ik mag weer. Nou, 4 jaar door het probleem alleen van de bouwen in. 4 jaar nou. Ik heb een En weet ik wat dat is. Nou, veel sterkte morgen. Ja, dankjewel. Ik ga nou in straat blijven, want ik kan niet van politie hier blijven. Ik doe de 3 politie erbij, allemaal buiten op straat gaan zitten. En ik kan dus nou in de straat. Nou, ik vraag natuurlijk, waarom moet je natuurlijk weg gaan? Dat is de vraag, hè? Ja, dat is de vraag. Wij gaan gewoon op straat, hè. Ik ga niet naar een slachthuis. Wat zegt die nou politie? Ik ga gewoon op straat slapen, hoor. Of zal ik misschien meteen direct naar het gemeentehuis toe gaan? Dat is geen recht. Nou. Naast de PSP van de gemeente Haarlem, wat vind jij daarvan? Schandalig. Ja. Dit kan helemaal niet. Daarom ben ik hier ook. Ik heb het, je zit in de raad, dus dan moet je ook in de raad moet je dat laten blijken. Dat heb ik vorige week ook gedaan. Ik heb vragen erover gesteld. Waaruit bleek dat ik vond dat dit niet moest gebeuren. In december zou het eigenlijk al gaan geschieden, die ontruiming. Dat is toen, omdat er geen huisvesting was, geen oplossing was, uitgesteld. Dat is nu nog een oplossing, maar ze hebben een noodvoorziening gecreëerd. Die nergens naar lijkt, volkomen onaanvaardbaar. Mensen willen daar terecht niet naartoe? Mensen willen daar niet naartoe, ze zitten hier een jaar in een kraakpand. Naar mijn idee terecht stellen ze dat ze de hoogste urgentie hebben. En dus recht op een acceptabele huisvesting die een permanent karakter heeft. En dit gesleept met mensen, dat lijkt nergens op. We hebben het inderdaad niet kunnen redden met protesteren enzovoorts. Nee, als je daar opkomt voor buitenlandse werknemers, dan wordt er niet zo vreselijk goed naar geluisterd. Teleurstellen? Afschuwelijk. De politie voelde zich geroepen daadwerkelijk mee te helpen aan de ontruiming. Gelijk pakte ze. Toen zei ik zitten en toen werd ik meteen gepakt. De jongens pakten deze jongen even. Nou, toen is ze hier al ontstaan. Toen wouden ze er allemaal op af. Maar jij zei zitten of zo? Ja. Ik zei zitten, want ik vond het onzin dat de mensen aan de overkant moesten. Want we hadden juist de orde gegeven dat de zaak gewoon rustig moest verlopen. Nou, dat gebeurde. Er was geen enkele aanleiding dat we naar de overkant moesten. Nee, okay. Nee, en het verkeer hield het ook nog op zo. Niet willen, huizen vullen, niet willen, huizen vullen, niet willen, huizen vullen, niet willen, huizen vullen.
niet sneller huizen vullen, niet sneller huizen vullen, niet sneller. Na de ontruiming ontstaat een spontane demonstratie naar het stadhuis. Men wil burgemeester Rehorst en wethouder van Sociale Zaken Van den Berg te spreken zien te krijgen om zowel tegen de ontruiming als tegen de door de gemeente aangeboden tijdelijke opvang te protesteren. Deze opvang bestaat uit weer een andere school waar de gemeente nu 9 werknemers in 1 lokaal wil laten wonen en leven en daar dan nog eens 42,50 per persoon per week voor wil ontvangen. Volgens de gemeente een tijdelijke opvang. Tijdelijk, ook in Haarlem, een rekbaar begrip. Wat blijkt uit het commentaar van burgemeester Rehorst op het stadhuis. Dit zijn dus hoofdzakelijk de Marokkanen die uit de school gezet zijn. Ja. Het is een erg initiatief van de Marokkanen die graag willen weten waar ze toe zijn. Ja, ja. Wij hebben daar dus eventueel een zaal voor beschikbaar. Mm. En dan kan ik de burgemeester waarschuwen. Ja, heel graag. Ik neem aan dat u in het gebouw rustig te werk kunt gaan. Dat neem ik tenminste aan. Dit is te schunnig om aan te bieden met 9 man in een kippenhok. Daar valt dus niet op in te gaan. En daarmee staan deze mensen dus op straat. Dit is duidelijke zaak. Ik kan me voorstellen dat je zegt, die tijdelijkheid die kan alweer heel lang duren. Ja, die tijdelijkheid die kan ook lang duren voor mensen die willen trouwen. En die een te klein huis hebben of op een bodemwoning zitten. Dat is de problematiek waar wij mee zitten. Als wij in staat waren om huizen te bouwen die we zouden willen en eigenlijk kunnen bouwen in de Velsenbroekpolder bij 5 huizen, dan zouden wij dit probleem op kunnen lossen. We zijn wekelijks bezig om bij hoger bestuur dit gedaan te krijgen en jullie kunnen ons best verwijten dat niet gelukt. Maar het is niet juist dat wij niet bereid zijn om dit probleem fundamenteel op te lossen. In afwachting daarvan zullen we allerlei noodoplossingen moeten hebben. Ik ben de eerste die betreurt dat dat vandaag nog moet. Want toen ik 30 jaar geleden trouwde, toen was het probleem net zo. Toen moest je ook eerst een noodoplossing hebben voordat je eindelijk een huis kreeg. Ik vind het ontzettend dat dat 30 jaar daarna nog is. Dat kwam er gewoon niet. Dat is de realiteit. En daarom zeg ik, we hebben die stichting tijdelijk huisvesting. En we wisten dat toen we die stichting oprichtten, dat we er echt niet zomaar waren. En dan hebben we dus, daarom zeg ik ook tegen meneer Joop Teel. Blijf nou in die stichting meedenken naar alternatieven, omdat die school zo vlug mogelijk leeg kan komen. He? Want het probleem, zoals de burgemeester zegt, zo is hij. Het is een bijkans onoplosbaar probleem, maar hij is wel op te lossen als we met elkaar daarover gaan nadenken. Naar aanleiding van de felle protesten van de buitenlandse werknemers eerder die dag op het stadhuis, gaan de burgemeester, de wethouder en enkele ambtenaren persoonlijk polshoogte nemen in de door hen beschikbaar gestelde school. Zij zullen die dag de enige bezoekers zijn. De buitenlandse werknemers zullen niet komen. Nou, we hebben gezien wat er gebeurd is. Mensen zijn uit de school gezet. We zijn naar het stadhuis geweest. Mensen zitten nu hier op release. Waarom? Nou, zoals we al lang tegen het gemeentebestuur gezegd hebben, gaan deze mensen niet naar de oplossing die de gemeente voor hen heeft. Die school waar ze als varkens met 9 man op een lokaal bijeen worden gedreven. We hadden eigenlijk al na maanden het vermoeden, het sterke vermoeden, dat de gemeente het zou verdrommen om wat voor deze mensen te doen. In die zin, een fatsoenlijke oplossing, 1 kamer per persoon en een huis voor de gezinnen. Jullie hadden plannen al? Die hadden we al maandenlang klaar liggen, ja, om 2 gemeentepanden te pakken. Waardoor iedereen een eigen kamer kan krijgen. Het gaat nu gebeuren. En dat gaat vanavond gebeuren. Zo. En dan laten wij de gemeente zien hoe wij het doen, hoe het kan gebeuren in Haarlem. En hoe het niet gebeurt door de gemeente. Jullie gaan niet alleen met de mensen bezig van verzetten tegen de gemeente, maar ook helpen met verdere woonruimte. Uiteraard. Anders zouden we deze verantwoordelijkheid nooit op ons genomen hebben. Het is gewoon zo dat er in Haarlem ruimte is om deze mensen goed te huisvesten in gemeentepanden. En dat de gemeente deze panden al jarenlang leeg laat staan en eigenlijk gewoon ze niet wil bestemmen tot woonruimte. Die mensen uit die auto, die doen de deur open, doen die deur open en dan wordt het gewoon inladen.
Bezoekers, mensen die buiten kijken, zien alleen maar 2 of 3 mensen die dingen naar binnen brengen. Nou, en dat valt niet op. Maar het punt is er een verbinding hier vandaan naar hier? Ja, dat is de gang. Je hebt dus hier de hal met de trappen, maar er loopt een hele brede. Je hebt hier namelijk de gang. Hier heb je de hoofdingang. Dat weet je. Je hebt hier voorkamertjes. Tenminste, tot hier. Eerst het Elisabeth Gasthuis gekraakt werd voor de alleenwonende buitenlandse werknemers, moest er nog woonruimte komen voor de 2 gezinnen. Een particulier pand aan de Ostadestraat werd gekraakt en 1 dag later het broederhuis. Niet alleen in Haarlem zijn er huisvestingsproblemen voor buitenlandse werknemers. Hetzelfde geldt voor het overige deel van Nederland en eigenlijk voor heel West-Europa. Buitenlandse werknemers. We laten ze wel werken, maar niet leven. Ook zij hebben immers recht op een goede woonruimte. Kaart die we in het begin van deze avond al hebben gepleegd. Dat is aan de Van Oostadestraat 4 tot 6. En nu zijn we even teruggekomen bij de mensen om de laatste spullen te brengen. En nu willen we het ook eventjes melden aan u. Nee, het hoeft ook niet bekend te zijn. Ik geef het gewoon aan. Hè? Een bijzondere wetten bijvoorbeeld. Ja, het is een formaliteit. Wat zegt u? Nou, dat weet ik niet hoor. Ik weet helemaal niet wie de wijkagent is. Misschien weet u dat wel. Er wordt door de overheid met zijn talloze instanties eindeloos gepraat over het zoeken naar oplossingen. Ondertussen staan de mensen op straat, leven onder de meest erbarmelijke omstandigheden, betalen veel te hoge huren en lopen stuk, mede door het taalprobleem, op de papiermolen van de sociale wetgeving. Het is niet vreemd dat mensen tegen dit passieve overheidsbeleid in opstand komen. Het pand aan de Ostadestraat en het broederhuis werden na 1 dag weer ontruimd door de politie. Het is nu 3 weken nadat het pand gekraakt is. 3 weken na de ontruiming van de buitenschool ook. Mensen zitten hier dus 3 weken in. Eigenlijk zonder stroom, zonder water ook. Het is eigenlijk een heel sombere situatie. Ja, dat klopt ook. De gemeente die weigert eigenlijk om het een en ander aan te sluiten, hoewel ze dat wel verplicht zijn. De mensen zijn een beetje down door deze situatie. Maar desalniettemin zijn ze toch niet van plan om naar het gemeentelijk opvanggebouw toe te gaan, die school, waar de gemeente nu het een en ander in verbouwd heeft, zodat 4 mensen op een half lokaal zitten, in plaats van 9 mensen op een heel lokaal. En de komende weken gaan we bezig om te zorgen dat in ieder geval de elektriciteit, het water, het gas, etc. wordt aangesloten. En daartoe zijn mogelijkheden aanwezig. Ondanks het alternatief wat de gemeente dan aanbiedt, ziet het er toch naar uit dat de mensen ook daar niet aan mee zullen doen? Nee, die mensen die blijven gewoon bij de eis. 1 kamer voor alleenstaanden en huizen voor de gezinnen. Dan is het wel zo dat deze groep nu redelijk onder dak is. Maar god, dat zijn er maar 27 en er zijn er nog honderden in Haarlem en duizenden in Nederland die nog even rot zitten. En wij zullen niet rusten voordat iedereen goed zit. Jullie gaan door met de strijd? Net zo lang door tot iedereen goed zit. Ook al duurt het jaren.